Hallo YouTube, ik ben hier met mijn broer. Hallo. En wij gaan vandaag Halo 4 voor jullie spelen in het Nederlands. Wij hebben dit spel al wel een tijdje, maar ik had geen zin om er een video over te maken. Dus nu gaan we er eigenlijk een video over maken. Eindelijk. Ik ben player 1, hij player 2 en dit. Hij lijkt je dat. Ja, inderdaad. Tik. En excuses dat jullie af en toe de buitenkant van het scherm kunnen zien, maar ik kan niet, omdat dit een iets oudere camera is, kan ik niet precies zien via het schermpje hoe groot de radius is van het camera, de resolutie, dus ja. Bij de tegenwoordige camera's kan je dat wel zien, maar ik gebruik een iets oudere camera. Dat doe je nu niet meer. Nee, dat lijkt nog steeds. Waarschijnlijk omdat die mensen moet zoeken en dit doen tegelijkertijd. Ik weet niet zeker. En nu lijkt die niet. Wisten jullie al dat er een nieuwe Generations van 360 er is? Het is een nieuwe Xbox 360, die lijkt op de Xbox One. En ik zou aanraden om niet te kopen. Ten eerste, je moet de startknop indrukken. Wauw. En die controllerknopjes, die zijn zo fucking klein dat je er amper op kan drukken. Ze zijn zo licht. Dat is zo irritant. Echt, als jij een Xbox... Wat? Wacht, wat? Ja, dat is precies wat ik net zei. Wat? Oké, weer een glitch in Halo. Fucking Halo altijd. Dit moet Bungie toch echt eens een keer gaan fixen, joh. Dus dat 3v3. Ja, 343 bedoel ik. Bungie is awesome. 343 moet gewoon poep poep. Nou, het zou wel makkelijk zijn als het ook zo bij Halo Reach was. Dan ga je gewoon met zo'n model account waarop je inheritor bent en dan ga je naar je online account. En dan in één keer ben je ploep. Ja. Echt Bungie, echt, ik 343, jezus, ik raak in de war. Echt, dit is al iets van de 16e keer dat we deze glitch hebben gehad of zo. Het is echt zo ver. Af en toe duurt het zelfs een half uur voordat het eindelijk weg is. Dus ja, Red versus Blue. Nou, het joinen die andere fucking mensen nog of wat. Gewoon Red versus Blue. Nou, ze zijn inkomend. Er staat er ook inkomend. Ja. Dat hou ik van Engels. Ja, we hebben veel liever de Engelse versie van Halo. Kun je het ook aanpassen ergens, nee toch? Misschien wel, weet ik veel. Stand browser. Dat is gewoon van je bestanden. Hè? Audio en video. Nee, ik wil niet oorspronkelijk. Nou, doe het helder uit, anders zijn we wel de controle aanpassen. Kijk, en daar let ik nou wel weer op. 5. Dat is handig voor squad. Okay. Jij moet ook even naar default zetten. Wat? Je controller. Ik heb hem laatst gespeeld, dus... Oh, oké. Nou, dat kunnen we beter nu doen dat je in de game zit. Hoe de fuck werken die controls? Ja. Fuck! Back. Maar waarom zoekt hij geen fucking mensen? Jezus, zijn ze nu alweer weg? Ik ga gewoon even zwart opnieuw bladen. Heel veel mensen zitten erin. Oh ja, dat kan je ook niet zien. 502. Waar staat dat? Oh ja, jezus. Ik ben echt zo gewend aan Bungie en Halo Reach dat ik gewoon in de war raak van freaking 343. Ja, 343. We verwachten veel van jullie bij Halo 5. Heel veel. Ze zouden gewoon Bungie terug moeten nemen, joh. Ze moeten eigenlijk abonneren op Halo 5 Follower. Die heeft zeg maar, die zoekt alles op van iedereen over wat hij wil in Halo 5. En dan legt hij ook uit waarom het kan of waarom het niet kan. Ik vind gewoon dat... Echt, 343 moet een fucking vliegbare Pelican maken in Halo 5. En de Arbiter moet terugkomen. Dat interesseert mij niet zoveel, maar als jij dat wil, vind ik dat goed. Ik wacht echt al zo fucking lang totdat ik eigenlijk in een Pelican kan vliegen of in een Longsword. Want op Halo Reach kan je dat. Halo Reach is volgens mij de enige waar je echt een. Ja, en Halo 3. Er zijn een paar glitches dat je in een Pelican kan. Maar op Halo 3 hebben die tot zo'n ver niet echt gewerkt, aangezien naast... Ah, en Halo 4 is ook een glitch dat je in de Pelican... Oh ja, daar heb je ook wel weer gelijk in. Maar ik wil gewoon dat je gewoon kan rondvliegen in de Pelican, dat je kan plaatsen op Forge. Dat soort shit. Want ik bedoel, dat ding is gewoon zo vet, dan kan je mooi missiles en shit op andere gasten afschieten. Hebben bijvoorbeeld Phantoms en shit. Of eens een keer zo'n, net zoals in Halo Reach, die map pack. Dat je echt zo'n ruimte battle hebt. En dan kan je echt met van die longsword. Hoe heet die Seraphs en die andere dingen? Ik weet niet hoe die dingen heten. Dan kan je zo die, van die UNSC. Subway, volgens mij of zo.
Ja, ik weet niet precies. Dan kan je bijvoorbeeld met longswords en die dingen zo fuiten, frigate en shit. En dan gewoon in de ruimte vechten. Moet Star Wars Battlefront worden? Nee, dat wordt, nee dan zou het Star Wars Empire at War zijn. Nou, maar Battlefront ook. Dan heb je twee van die schepen en dan moet je ook in van die... Ja, maar ik bedoel, dat zou wel vet zijn dat ze ook echt in de ruimte battles hebben. Want dat hebben ze tot nu toe ook niks. Maar dan moeten sowieso Forerunner vehicles komen. Iedere Halo, er komt een nieuwe enemy. Een nieuw wapen. En dan komt dan gelijk, zeg maar, Halo 3. Er kwamen Brutes. Of Halo 2 was het ook. Maar dus, ze krijgen een Spiker. En dus in Halo 3 krijgen ze een Chopper. Ik weet niet of dat ook zo was in Halo 2, want we hadden geen Halo 2. Eindelijk. Geen complex. Nee, ik wil juist complex doen, nu doen we aan banden. Oh. Nee, juist niet complex. Dan gaan ze alleen maar campen. Oh ja, daar heb je ook wel weer gelijk. Dat zijn echt kummer van die campertjes. Werkelijk waar. Die speelde ik laatst alleen maar van die kutcampertjes. Nou, dat doen we nu dus abandon. Oh, hij is SR1. Hij is 130. Slecht, nee. Zwart, laden op abandon. Oh, het is 2 van 1. Een eentje van 75 tegen 54, 1, 45. Ja, ik ben een laag level omdat ik nu iets van bijna... Van 6 maanden al geen Halo 4 heb gespeeld. Ja, dat komt omdat ze hem zo slecht hebben gemaakt. Maar de laatste keer dat ik het speelde, ging ik wel lekker alleen maar headshots op SWAT. Dat is ook de bedoeling. Ja. Oh, ik heb zo'n video gekeken over zo'n gozer met zo'n trigger finning, jongen. Je kan zo snel schieten. Dan had hij laten zien over hoe je een controller kan maken zonder hem open te maken. En dus dan ging hij gewoon laten zien dat hij daar gewoon met zijn Mac ging hij kapot snel schieten. Of was Call of Duty met zo'n gun. Oké, ik ga sukken, dat zeg ik jullie alvast. Wat doe ik? Ik wou uit. Ik ben gewoon zo erg gewend aan Halo Reach. Holy fuck. Waar ga ik heen? Hey, headshot. Oh, kut, daar zit iemand. What? Oké, ik moet echt groot schermen. Oh, double kill, headshot. Halo Reach en Halo 4 zijn allebei hele makkelijke Halo's. Je krijgt super makkelijk kills en shit. Alleen is Halo Reach nog wel moeilijker, want dat is echt voor de emotion gamers. Ja. Oh fuck. Waarom blijf ik dat doen? Dan moet je echt mijn kapper. Ja, ik wil op X drukken, maar dan druk ik alsnog op start. Ik weet niet waarom. Ik mag wel gewend om op start te drukken, weet ik wel waarom. Ik vind start gewoon een mooie knop. Ik ben bang dat daar zo meteen iemand uit gaat komen. Of daar. Oh, nee. Oké. Okay. Waarom ga ik nou... Fucking... Welke knop moet je ook weer indrukken om set de guns te switchen? Om van Battle Rifle naar DMR te gaan. Weet ik niet wat ik weer. Dat was I. I? Oh, oké, bedankt. Revenge. Pijnlijk, weet je. Eindelijk. Ik wacht al zo fucking lang op dit gewicht. Nee, oh. Au. Ik word meteen spannend. Dat leek net op één bot, weet je. Echt, mijn vingers, op een of andere manier zijn mijn vingers stijf. Toch heb ik ooit een keer zin om met Super Jump en Aimbot te spelen. En dan springen ze super hoog de lucht in en dan ga je gewoon schieten. En dan gaan ze allemaal zo. Auw, wat een homo. Waar is die homo? Backup! Oh, geen backup.
wacht iedereen met mijn wacht. Trollen, trollen, trollen. Wacht, oh ja, zo die ben ik in. Ja, dat is kut. Holy kut. Ik denk dat ik mijn ding iets zachter moet zetten. Die holy kut. What the fuck? Liep er een of andere mongol tegen me aan. Au. Oh god. Oh god. Nu moet ik ze flanken. Ja, je moet ze flanken. Flanken, dat is zo grappig. Dan staan ze stil, de SS-9 er één en dan staat de andere. Holy staan kut. De heilige kut. Sorry voor mijn taal gebruik. De meeste. Oh, what the fuck. Leuk. Als jullie het erg zouden vinden, zouden jullie wel commenten op mijn video. Zo gat net op taal gebruikt. Oh, oh. Oké, dat ging niet echt volgens mij. Maar ik zag de grote rommel. Ik heb echt fucking stijve vingers op dit moment. Ik heb echt geen idee waarom. Wacht, wakker, vingers. Oh, ik pak de bed eruit. Wacht, ja, oh, check dit. Dat is nog best nou. Oké, leeg. Dat had ik net ook al. Au. Oké, nu was op mijn bank. Holy fuck. Grote paarders. Stront in hem. Au, au, au. Au. Au, au, au. Au, 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 au. Nee, au, dit is gewoon niet normaal. Ah, kut. Au, au, au. Natuurlijk. Waarom niet? Waarom niet campen? Natuurlijk. Au. Wat? Hij schoot me door de muur dood. Oké, wat de fuck. Daar gaat hij. Assassination. I must assassinate a billionaire. With my money. Oké, die zag ik niet uitkomen. Oké, ik dacht ik ga er nog even voelen hoor, maar nee. Opel, wir lieben autos. Opel, wir lieben autos. Opel, wir lieben autos. Ik kan geen Duits, mensen. Oh, fuck. Is hier iemand? Oh, fuck, fuck jou. Ik hou ervan dat je zo super hoog hier kan springen. Ik spring amper. Vraag me af of ik nu hoog of laag slaag. Oké, okay, schieten met het Magnum gaat heel weinig. Oké, je was makkelijk. Maar ik haat het echt als ze dat zeggen. Ze zeggen wel 5 kills to win. Maar wie heeft er dan gewonnen? Dat zeggen ze niet. In plaats van dat ze zeggen 5 kills for blue to win. 5 kills for red. Hey, what the fuck? Ja, ik lach ik ook al. Ja, maar ik schoot op hem. Ja, nee. Dat maakt wel. Zijn wij blauw? Ja, wij zijn binnenkant. Wow. Fuck yeah, ik heb gewonnen. Ik heb final kill, bitches. Oh, final kill, die shit. Oh. Ik hou ervan, altijd bij de laatste kill moet je altijd zo'n grote kaart gaan teabaggen. Hey, ik ben eerste. Weet je, ik maak dit gewoon 20 minuten video. Dun, 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 dun. En nu? Wat gaan we nu doen? Team Slayer. Dus 18 devs. Nee, ik sta tweede, dat is keer. Game zoeken. Teamslachter. Het slaat ook helemaal nergens op. Echt, hè, teamslachter. Ik slacht mijn eigen team en dan ga ik naar de vijand. Wilk heeft de hoogste KD. Mijn KD is 4. Oh, zijn KD is 5. Oh, wat een homo. Oh, dat komt als die één keer niks speelt. Oeh. Dan moet hij zich stoer voelen. Heb ik plus KD of min KD? Ja, de plus KD. Hoeveel? 2. Nou. Nog goed. Oké, okay, dus in totaal heb ik 21 seconden geleefd en hij 22. Oh, noob. Oh, hij is 36.
Oh, wat een supergozer. Nu viel die een stig. Wapen 8. Okay. Waar slaat dit nou weer op? Wapen 18, granaat 0. Oh, hoeveel kills je hebt met wat? Oh, jij bent ook wel slim. Ja, laat mij lekker. SWAT. Niet SWAT, SWAT de. SWAT de X. SWAT de X. Ik ben SWAT de X. Ik ben SWABBER X. Je hebt het ook wel leuk, 50 moet je een keuze maken. Waarom? Wat je wil worden. Wet work of operator of weet ik veel wat, of weet ik nog veel wat. Oh ja, dat kan je instellen. Hey, je hebt 4 nieuwe items. Applausje voor mij. Dat staat eigenlijk ook helemaal nergens op. Er staat dat je 4 nieuwe items hebt, maar dan ga je kijken en dan moet je hem nog unlocken. Wacht, van ja, je hebt een nieuwe item, maar je moet hem wel eerst unlocken. Oh, oké. Okay. Oké, okay, dat is gewoon een gay ding. Ach, ze moeten echt eens een keer Halo Reach Armor in Halo 5 stoppen, joh. Ja, daar hebben de meesten willen dat ook al. Ik vond Halo Reach geweldig. Erg wacht, geweldig. Hoe deed je dat ook alweer van dat je wil worden ook kut, de game start? Je ziet mijn awesomeness. Dan moet je naar boven, maar dan kan je alleen als je level 50 bent. Dan moet je een keuze maken. Sander zei dat elke keuze verschillend was, maar volgens mij is het alleen tussen Wetwork en Operator eerst. En daarna heb je weer van twee. Holy okay, fuck, die gozer wordt doodgemaakt. Welke wil ik? Neem de Battle Rifle. Ik neem een tank. Tankie. Nee, ik laat hier gewoon terug om rollen te doen. Oh, kut. Ja, dit is mooi. Laatst ik een fucking turret, word ik direct vermoord. Oké, okay, gozer, ik pak. Oké, holy fuck. Kutzooi, dit is een hele grote kutzooi. Oh, kut. Oh, fuck you. Dit is de eerste keer dat ik online kom in 4 maanden. En dan bedoel ik zo'n kutzooi. Oh, kut. Oké, okay, oh, yeah. Ik moet echt kut, ik moet echt een ander wapen. Oh, kut. Oké, ik kan dus echt niks met de sniper. Ik headshot iedereen en ik heb geen fucking idee waarom. Ik moet headshotten. Ik heb afleiding nodig, schatje. Oh nee, ik wil uitrusting veranderen. Doe mij het machinegeweer. En ik weet niet eens wat de fuck de naam... Oh ja, messen. Oh, kut, kom erop. Rekt de kut, hoer. Oh ja, je gaat naar bed. Je gaat toch wel naar bed. Want je moet toch weer naar bed. Oh, Saul, zeg niet dat hij voor mij is. Ik moet de Saul hebben. Het is mijn zaag. Mijn zaag. Fuck, nee. Van mij. Oh. Oh, natuurlijk, kom maar naar mijn spawn. Jezus Christus. Ja hoor, gooi maar op mij. Dat was ik. Oh, holy fuck. Dit is een grote kill. Oké, kut. Hey, ik sprong toch. What the fuck? Nee, geen bullshit hoor, mensen. Dat is totaal geen bullshit. Nee, wat shit doen. Echt, fucking shit. Ja hoor, pak maar weer een fucking energy sword. Oh, what the fuck, hij kreeg in één keer overshoot. Wat, we zijn net gejoined. Oké, ik ga dus echt niet lekker. Oh, wat denk je van mij? Ik ga gewoon fucking granaten naar zijn gooien, weet je.
Ja, goh. Oké, what the fuck. Hey, je staat eerst. Serieus? Ligt het nou aan ons dat wij zo'n slecht team hadden? Of waren zij nou zo goed? Zij waren gewoon... Nee, wij hadden gewoon een slecht team. Maar dit is het voor deze episode. Ik zie jullie in de volgende en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Peace out, Nikkels.